Heftrucks dienden oorspronkelijk om goederen te stapelen. Nadien werden hulpmiddelen ontworpen om ervoor te zorgen dat je met een heftruck ook goederen kon verplaatsen. Gevolg: het gezichtsveld van een heftruckbestuurder werd in grote mate beperkt. Wist je dat er met heftrucks meer dodelijke ongevallen gebeuren dan met gelijk welk ander industrieel hulpmiddel? De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren bij het vooruitrijden. Voetgangers verdwijnen in een seconde uit het gezichtsveld van de heftruckbestuurder. Die zijn dan ook met veel dingen tegelijk bezig. Het besturen van de heftruck, de nauwe doorgangen, de lading, zoeken waar ze die lading precies moeten afleveren enzovoort. Verplaats je een grote lading die je zicht belemmert, rijd dan achteruit. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door de mensen die in de omgeving van heftrucks werken of door fouten van de heftruckbestuurder zelf. Communicatie is belangrijk. Een gouden raad. Kom je als voetganger in de omgeving van heftrucks, zoek dan oogcontact met de bestuurder en wacht op een teken van bevestiging. Deze tweerichting communicatie kan levens redden. Het lijkt gek, maar ook heftrucks kunnen onzichtbaar zijn, ook al verplaatsen ze grote ladingen. Dit komt vooral voor in lawaaierige omgevingen. Op laadplaatsen is er altijd veel bedrijvigheid. Mensen lopen in en uit, vrachtwagens rijden af en aan en daartussen rijden heftrucks. Is iedereen wel alert? Loopt niemand te dromen? Let dus vooral op wanneer de werkdruk groot is. Vertraag aan kruispunten en plaatsen waar voetgangers komen. Kondig je komst aan door knipperlichten en een geluidssignaal. Kijk altijd in de rijrichting. Onoverzichtelijke punten zoals klapdeuren passeer je best achterwaarts. En gebruik je klaxon.